Vind je vriendin je nog wel leuk? Meestal wel, ja. Meestal wel, dat duurt even. Nou. Meestal wel, ja. Nee, natuurlijk. Het gaat supergoed. Gaat supergoed. Welkom bij een speciale editie van de podcast. In aanloop naar de verkiezingen hoor en zie je speciale gezichten. Prominente gezichten, ook speciale gezichten uit de politiek. Mijn naam is Kevin. Tegenover mij zit Sarah Hallo. Bakker. En naast ons zit Laurens Dassen. Ja, inderdaad. Gewoon een applausje voor jezelf. Maak jou het uit. Het is ook jouw dinsdag. Oké. Okay. Ja, leuk dat je er bent. Zeker. Of fijn dat wij hier mogen zijn eigenlijk. Daar was mijn applaus ook op gericht natuurlijk. Ja. We hebben een aantal regels. Je mag geen vragen ontwijken en niet zo lullen als een politicus. Zodra dat wel gebeurt, dan hoor je dit. De rode bussen. Nadat hier die grote bok staat. Exact. Ja. Laten we beginnen. Je bent niet zo heel zichtbaar met je gezicht op televisie. De vraag is, wie is eigenlijk Laurens? Dat vragen we ons af. Wie ben jij eigenlijk? Wie ben ik? Nou, ik ben een fractieleider van Volt. En ik kom uit Knechtsel. Dat is een heel klein dorpje in Brabant. Ja, uiteraard. Een vlag hangen zie ik. Zeker, dan hangt een vlaggetje van Knechtsel aan de Brabantse sjaal en dan de Europese kaart. Knechtsel. Ja, is Knechtsel, ja. Dus daar kom ik vandaan, opgegroeid. Ik ben de middelste. Oudere zus, jongere broer. Gestudeerd in Nijmegen. Daarna gaan werken bij ABN AMRO. Oh. Dat was in de tijd van de financiële crisis. Toen was ik afgestudeerd. Een heuse multinational. Toen dacht ik, als er ergens veel gaat veranderen, dan is het wel in de bankaire sector. Ik denk dat daar nog steeds veel moet veranderen om te zorgen dat dat goed is. Maar op een gegeven moment ook de vraag aan mezelf gesteld van wat is nou de impact die ik maak? Gezien de Brexit gebeurde, klimaatverandering, sociale ongelijkheid. Trump was ook een aanleiding toch om de politiek in te gaan? Nou, de ontwikkelingen natuurlijk in de Verenigde Staten. Trump die verkozen werd. Steeds meer het wij-zij denken, de polarisatie in de politiek. En toen ben ik mezelf gaan verdiepen bij verschillende politieke partijen. En op een gegeven moment kreeg ik een appje van mijn vader en die zei van... Laurens, ken je Volt? Dat wordt nu opgericht in Nederland. Nou, ik heb me aangemeld. Steeds meer daarvoor gaan doen. Baan opgezegd. 2,5 jaar vrijwillig Volt mee opgebouwd. Van mijn eigen spaargeld. Daarna op de kieslijst voor de Tweede Kamer. Voel je je ook echt een Brabander? Zeker. Dat vind ik heel interessant. Dus je hecht wel waarde aan een bepaalde cultuur en lokale identiteit. Maar je bent wel voor één heel groot Europa. Dat vind ik wel heel interessant hoe dat dan werkt. Nou, kijk, ik denk dat elkaar dat ook kan versterken. Als je kijkt naar die grote uitdagingen, dan geloof ik dat we dat enkel en alleen in Brabant kunnen oppakken. Met elkaar kunnen oplossen. En niet alleen in Brabant, ook niet alleen in Nederland. Tegelijkertijd, ja, ik kom uit Brabant, ik kom uit een klein dorp. Ik ben opgegroeid bijvoorbeeld met carnaval. Dat is ook natuurlijk gedeeltelijk hoe ik gevormd ben. Maar moeten we één Europese identiteit worden of dat niet? Ja, maar ik denk dat heel veel identiteiten naast elkaar kunnen bestaan. Ja. Ik ben ook net vader geworden. Dat is ook weer onderdeel geworden van mijn identiteit. Maar voel jij je eerder Europeaan of eerder Brabander? Ja, die vraag krijg ik heel vaak. Ik denk dat dat naast elkaar moet bestaan. Ik voel mij met carnaval altijd Brabander. Ja, zo'n weekje in het jaar. Ja, dat is een weekje in het jaar. En ook als ik daar ben. Maar ik voel me steeds vaker ook, steeds meer ook Europeaan. Ja? Omdat ik zie... Waar zit hem dat in? Hoe belangrijk Europa is voor onze welvaart, voor ons welzijn... Voor onze veiligheid. Maar je ziet het, hoe voel je dat maar dan? Maar wat is een Europese identiteit überhaupt? Is dat Brussels? Wat is dat? Nee, en daarin zit denk ik vaak een misvatting. Hè, van wij zien vaak Europa als de Europese Unie. De Europese Commissie of Brussel. Maar Europa is natuurlijk veel meer, zeker ook als je naar cultuur kijkt. Hè. Dus een van de zaken die wij in Europa met elkaar regelen is sociale zekerheid. Zwangerschapsverlof wordt hier in Europa geregeld, zowel voor mannen als voor vrouwen. Dus daarin ontleen je toch ook bepaalde zaken die we als Europa gezamenlijk heel belangrijk vinden. En dat is denk ik onderdeel van onze Europese identiteit. Waar zijn we eigenlijk? Ja. Waar zijn we? Waar zitten we? We zitten hier in de kamer van Volt, in de fractie, in de Tweede Kamer. Ja. Maar wat is dit voor een kamer? Wat doe jij hier allemaal? Voelt wel Europees, hè, dit? Ja. Heel Europees. Heel mooi. Ja. Ook met zo'n kaart waar met name Rusland heel prominent op te zien is. Ja, ik vind het mooi. Nou, kijk, wat wel echt heel erg mooi is je ziet hier allemaal die paarse blokjes. Ja. Dat is waar Volt allemaal actief is. Oh, echt? Wat dus je leuk. Ziet dat, waar ben je nog niet geweest? In alle landen zijn we natuurlijk met Volt actief. Je ziet ook dat we in het Verenigd Koninkrijk actief zijn. Oh, je zit zelfs in Letland.
Ja, wij zitten in alle Europese landen. Maar het is het Nederlandse volk wat op jullie moet stemmen. Wat is voor jou belangrijker dan Nederland of Europa? Waar ben je meer mee bezig? Nou kijk, ik zit hier natuurlijk in de Tweede Kamer. En het mooie daarvan is dat Nederland ook weer versterkt wordt als we Europees beter samenwerken. Ja, maar de Nederlanders zal je toch eerst aan je moeten binden. Je staat nu op 2 zetels en de peiling op 3 zetels. Dus dat, ja, hoe, je moet toch ook Nederland kunnen aanspreken en niet alleen Europa. En steeds meer mensen begrijpen ook dat de uitdagingen als onze veiligheid bijvoorbeeld. Hè? We hebben nu een oorlog op het Europese continent in Oekraïne. En wij zijn voor die oorlog afhankelijk van de Verenigde Staten. Dan moeten wij als Europa onszelf kunnen verdedigen. Ja. Nou, dan moeten we ook toewerken naar een Europese defensiemacht als Europeanen samen. Dat is voor ons van wezenlijk belang, ook voor alle Nederlanders. Ja, maar je zit heel erg, dat is geen antwoord op mijn vraag, je zit heel erg op die geopolitiek en dan begrijp ik. Alleen hier in Nederland spelen er ook gewoon wat kleinere dingen die niet alleen over de oorlog gaan in Oekraïne. Je hebt hier ook mensen die bijvoorbeeld zich heel erg zorgen maken over woningen. Die zich heel erg zorgen maken over het feit, je haalt het zelf al aan, klimaat, warmtepomp, dat kan ik helemaal niet betalen. Zonnepanelen, dat kan ik ook helemaal niet betalen. Mensen in de provincie maken zich heel erg zorgen omdat alle openbaar vervoer daar weggaat. Dus je zit heel erg op die grote thema's en dan begrijp ik, maar waarom werk je dan niet in Brussel, werk je hier? Je moet ook hier op die kleinere thema's kunnen zitten. Maar zeker, en dat is ook waarom wij zeggen van Europees denken, lokaal doen. En zitten we ook in de gemeenteraad, zitten we in de provincie, zitten we in de hier in het parlement en in Europa, omdat je al die lagen met elkaar moet verbinden. We gaan hier nog 1000 jaar over lullen, hè? Dat begrijp ik niet verkeerd, maar we moeten eerst naar een rubriek. Ja, zullen we dat doen? Gaaf land. Ja. Ja, 13 jaar Rutte. Om te begrijpen waar we naartoe gaan, moeten we natuurlijk ook weten waar we vandaan komen. Dat is 13 jaar Rutte, dus ja, gaaf land. Kijk eens om je heen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Ik zou bijna zeggen, we leven in een gaaf land. Ik ben op een paar dingen heel trots. Hoe we met elkaar die sterke baas hebben gebouwd in Nederland. Waardoor we er heel sterk voor staan. Hoe heb jij, nou juist voor jou het laatste staartje eigenlijk van 13 jaar Rutte. Maar hoe heb jij het tijdperk 13 jaar Rutte beleefd? En ook los van dat je in de Kamer zat eigenlijk. Ja, nou 13 jaar Rutte. Ik denk niet dat dat heel goed is geweest voor Nederland. Ik denk dat we heel veel keuzes vooruit hebben geschoven. En waardoor nou ja, de crisis waar we het net al over hadden, of je nou hebt over de woningmarkt, over klimaat, over migratie, die hebben uiteindelijk allemaal crisis kunnen worden, omdat onder Rutte die keuzes vooruit zijn geschoven. Mm. Mooi dat je zelf onduidelijkheden en problemen met zich meebrengt. Waar mensen Volt van kennen is één Europa, dat jullie dat willen, en het hele gezeik rondom Gundogan. Hoe is die relatie nu tussen jullie? Nou kijk, dat is voor ons ook alweer een tijd geleden en die relatie die is eigenlijk op dit moment niet bestaand. Zij is met haar werk bezig en wij zijn met ons werk hier in de Tweede Kamer bezig. Ja. Hoe vervelend vind je dat mensen het grote publiek je met name kennen van dus het idee van één Europa willen en dat hele Gundogan verhaal natuurlijk wel heel lang heel veel aandacht naar jullie heeft getrokken? Nou, kijk, ik vind het heel positief dat heel veel mensen ons kennen van dat Europa-verhaal. De hele situatie die we natuurlijk hebben gehad met Niloufer is voor heel veel mensen emotioneel heel zwaar beladen geweest. Zeker ook voor haar, de helft van haar gezicht is verlamd. Voor haar is dat geweest, voor alle mensen die daarbij betrokken waren. En dat was gewoon een hele pijnlijke situatie. Ja. Voor jou? Nou, voor mij heeft dat natuurlijk ook heel veel gedaan. Want je hebt lang ook met elkaar samengewerkt. En je ziet hoeveel dit haar heeft aangedaan. Mensen hier op de fractie, in de partij en ook bij mijzelf heeft dat natuurlijk ook veel gedaan. Ja, want nog één keer voor de duidelijkheid. Het is natuurlijk nog niet duidelijk. Ik ben met je eens, het is al lang geleden. Dus we gaan ze dadelijk zeker verder over de inhoud. Maak je maar geen zorgen. Maar het is grensoverschrijdend gedrag waardoor ze de fractie uit is gezet. Maar wat is dat eigenlijk, grensoverschrijdend gedrag? Wat moet je bij Volt doen om grensoverschrijdend zich te gedragen? Ik ga niet op de casus zelf nu weer daar opnieuw in. Volgens mij heeft dat helemaal geen zin. Help ik daar niemand mee? Heb jij je wel eens misdragen of niet? Nee. Nee. En stel het is wel zo, komen mensen er dan achter? Wie controleert dat? Nou kijk, we hebben natuurlijk ook gekeken hoe kunnen we zaken verbeteren in de organisatie. Hè? Dus we hebben een integriteitscommissie waar mensen melding kunnen doen. Vertrouwenspersonen om te zorgen dat mensen ook draagdrempelig, als ze een vervelende ervaring hebben, zich daar kunnen melden. Daar wordt vaker worden daar gesprekken over gevoerd. We hebben daar een heel congres ook aangeweid om te zorgen dat dit binnen de organisatie bespreekbaar is. En dat dit ook bekend is bij mensen wat ze kunnen doen op het moment dat ze in een situatie zitten die
voor hen heel beklemmend is. Hoe bevalt de politiek eigenlijk? Ja, hoe bevalt het? Het is tweeledig. Aan de ene kant is het een super manier, heel eervol om hier te mogen werken, want je kunt echt verandering creëren. Tegelijkertijd, het is een super hectische baan, heel gulzig. Het sloopt gulzig? Nou, als in de zin van het slurpt al je tijd op. Ja. Dat vraagt veel van mij, veel van mijn omgeving, van mijn vriendin. Vind je vriendin je nog wel leuk? Meestal wel, ja. Meestal wel, dat duurt even. Nou. Meestal wel, ja. Nee, natuurlijk. Het gaat supergoed. Gaat supergoed. Wat maakt politiek dan zo leuk? Want ja, je zit pas net in eigenlijk. Ik kan me ook voorstellen dat je een beetje murf bent geslagen. Van nou, het gaat allemaal zo traag. En wat zijn we hier in godsnaam aan het doen? Nou, ik had liever bij ABN AMRO willen zitten. Knaken verdienen, dat money maken, niet. Dat. Cash, money, bitch. Nou, dat sowieso niet. Kijk, het eerste jaar vond ik hier ook echt heel heftig. Als in de zin van, we hadden natuurlijk die ellenlange formatie. Ja. Je komt hier nieuw, je bent je hele fractie aan het opbouwen. De partij is enorm gegroeid. Je bent ook zoekend naar van, wat zijn nou de procedures? Hoe gaan bepaalde discussies, hoe zitten partijen daar nou precies in? En naarmate je hier ook langer rondloopt, wordt het ook makkelijker. Als in de zin van, je weet beter wat er... hoe je de politiek kunt bedrijven, wanneer je wat moet doen om verandering te creëren. En dat maakt het ook natuurlijk een stuk leuker. Nou, kijk je moeilijk. Klinkt niet leuk. Ja, ik vraag, heb je het gewoon naar je zin? Wordt er een beetje gelachen hier? Nee, wordt er een beetje bier gedronken? Wordt er een beetje naar muziek geluisterd? Hebben we er een beetje zin in? Zoals jullie daar zien, staat een box op we gaan knallen. Op mijn bureau. Daar zetten we regelmatig de muziek even hard aan. Maar wat voor muziek luister jij? Dat verschilt heel erg. Soms Empire of the Sun, wat ik altijd hele relaxe muziek vind. Maar soms heb ik ook gewoon zin om even wat oudere muziek te luisteren. En dan kom je op Dire Straits, Paul Simon die ik af en toe luister. En soms ook gewoon Hollandstalige nummers. Oh ja? Moet natuurlijk ook Nederland blijven. Maar niet alleen maar Europese muziek. Lekker combinatie muziek, van beide. Ja, leuk. Ja. Oké, wat fijn. Speaking of Europa. Waarom denk je eigenlijk dat mensen bereid zijn om een nationale soevereiniteit op te geven? Nou, ik denk dat we met elkaar onszelf willen versterken. En ook onze nationale soevereiniteit juist willen versterken. Door het oplossingsvermogen daar neer te leggen waar het het beste kan. En dat is in Europa. Want de illusie die veel politici hier ook in de Tweede Kamer nog steeds hebben. Dat wij als Nederland in staat zijn om dit soort grote problemen op te lossen. Ja, dat is natuurlijk de grootste onzin die er is. Maar waarom? Waarom zeg je dat is natuurlijk de grootste onzin die er is? Is dat niet een beetje pretentieus om er zo naar te kijken? Nee, het is niet pretentieus. Dit zijn hele grote uitdagingen, die zijn grensoverstijgend. Dan moet je ook zorgen dat de politiek die het oplost ook grensoverstijgend is. Maar dat doen we ook niet alleen in Nederland. Dat gebeurt al, dat wordt al aangestuurd vanuit de Europese Unie. Nou, wat je dus nu ziet is dat er afspraken worden gemaakt in Europa, maar dat de uitvoering allemaal nationaal is. Ja. Waardoor er nog veel te weinig grensoverstijgend wordt samengewerkt. Maar waarom denk jij, dat was mijn originele vraag, waarom denk jij dat de gemiddelde Nederlander daartoe bereid is? Dat we onze nationale soevereiniteit, als je gaat omdat kijken... Omdat de gemiddelde Nederlander klimaatverandering wil tegengaan. Omdat de gemiddelde Nederlander wil zorgen dat wij hier op een continent kunnen blijven leven wat veilig is. Om te zorgen dat wij ons verdienvermogen voor de toekomst kunnen veiligstellen. Om te zorgen dat sociale zekerheid betaald kan blijven. Daarvoor hebben wij Europa nodig. En ik weet zeker dat alle Nederlanders ook bereid zijn om dus te zorgen dat we dat behouden blijven. En dat doen we niet door hier in Nederland alleen maar achter de dijken te gaan zitten. Dat doen we juist om in Europa op een effectieve manier samen te gaan brengen. Ja. Ik denk niet dat alle Nederlanders dat zo voelen, hè? Ik weet zeker dat alle Nederlanders. Nederlanders zijn ook bezig met: kan ik mijn rekening betalen? Kan ik mijn einde van de maand halen? Ik voel me Nederlander. Ik voel me Brabander. Ik voel me iemand uit Knechtsel. Ja. Ik voel me helemaal geen Europeaan. Hou op. Wil ik niet. Ben niet meer bezig. Maar ik vraag ook helemaal niet dat iedereen zich een Europeaan voelt. Mm. Ik zeg alleen maar dat als wij met elkaar willen zorgen dat we in Nederland de veiligheid hebben die we nu hebben, de welvaart die we nu hebben, het welzijn hebben, dan zullen we dat in Europa met elkaar moeten oplossen. Maar dat lukt niet, hè? Zeg maar, het klinkt allemaal mooi, alleen het lukt niet. En ik denk niet dat er allemaal incapabele mensen in Brussel zitten, maar blijkbaar zijn ze ook niet heel capabel. Dus waar ga je überhaupt al die mensen vandaan halen die dan daarom, deze mooie plannen kunnen realiseren? Daarom moeten we ook, dat is ook weer een van de redenen waarom ook nationaal je actief moet zijn, omdat bijvoorbeeld hier Nederland heel vaak dwars ligt. Het Nederlands kabinet ligt heel vaak dwars. Want alle besluiten die op dit moment in Europa genomen worden, die worden genomen door de lidstaten.
in de Europese Raad. Maar dat is wel hoe de democratie werkt, hè? Nee, maar dus daarom zijn wij hier ook actief en willen we ook in Nederland dat het een andere kant op gaat. Zullen we naar Raymond Mens gaan? De vraag van? De vraag van Raymond Mens. Iedere week heeft hij een vraag. Raymond Mens, politiek duider. En de vraag... Ja, leuk. Wat vind jij daar zo grappig aan? Ja, inderdaad, dat vroeg ik me ook af. Wat vind jij daar nou zo grappig aan? Zit je nou Raymond Mens uit te lachen? Godsamme. Ja, jullie beginnen hier heel beetje te kniffelen. Dus ik denk, oké, nu gaat er iets komen. En daar ben ik gewoon heel benieuwd. Ja, snap ik. Wij ook. Zet maar aan. Ja, komt-ie. Ja, Volt wil natuurlijk een soort Verenigde Staten van Europa. En laat ik nu toevallig in de echte Verenigde Staten zijn. Ik ben in New Hampshire voor die Amerikaanse presidentsverkiezingen. En mijn vraag aan Volt zou tweeledig zijn. De Europese president, gaan we die dan kiezen rechtstreeks of niet? En als we dat gaan doen, hoe gaan we dat dan doen? Want ik denk dat je dan ook in Europa toe zou moeten naar een soort kiesmannensysteem. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat niet heel Zuid-Europa of heel Oost-Europa een kandidaat door kan drukken. Maar dat zo'n man of vrouw verspreid over Europa zijn of haar steun vergaart. En als Volt geen kiesmannensysteem wil, hoe zou dan anders die Europese president gekozen moeten worden? Dat vind ik wel een leuke vraag. Zeker. Ja, een hele leuke vraag, ook omdat de vergelijking met de Verenigde Staten zit. En er zit natuurlijk een groot verschil tussen. Kijk, wij willen een Europese parlementaire democratie. Hetzelfde als in Nederland. Dus je kiest het Europees parlement. En vanuit dat Europees parlement zou er een Europese regering volgen. Dus niet dat je een president kiest zoals je dat in de Verenigde Staten hebt. Dus daar zit voor ons al het grote verschil. Het is wel over Europa, hè? Moeten we een quizvraag introduceren voor de kijk hoe vaak we het woord Europa hebben genoemd. Ja, maar dit is toch waar die hele partij... Tel ze wel elkaar op en je wint 1 euro, alsjeblieft. Nou, liefie, waar wil je het over hebben? Ik wil eigenlijk heel even inzoomen, even Europa inzoomen, dat we op Nederland gaan. Want daar maar daar dat maakt dus niet uit. Nee, maar we zitten voor de Nederlandse verkiezingen. Ja, dat is waar. Bijna. Wat valt er te halen voor onze luisteraar en onze kijker tussen de 18 en 35 jaar? Wat valt er voor hun bij Volt te halen? Nou ja, kijk, we willen sowieso de stemleeftijd al naar de 16 brengen. Kijk uit, hè, hoe vaak je het woordje Europa weer gaat zeggen. En ik. Ja, verder. Ja. Ik ga mee durven. Maar bijvoorbeeld, hè, wij willen dat jonge mensen eerder betrokken zijn bij verkiezingen. Dus daarom willen we die stemleeftijd naar 16 naar jaar 16. Brengen. Ja. Ook drank en drugs weer naar 16? Nee, dat niet. Oké, dus je bent wel in staat om te weten wat goed is voor het land, maar niet in staat om te weten wat goed is voor jezelf. Nou kijk, het mooie eraan is dat hoe eerder je betrokken bent bij de democratie, en als je de eerste keer ook gaat stemmen, dan blijf je dus betrokken bij die democratie. Nou, daarnaast willen we zorgen dat de basisbeurs dat die omhoog gaat, om te zorgen dat studenten niet meer met dat waardeloze leenstelsel te maken. En hoe ga je dat doen met studenten die al wel in het leenstelsel hebben gezeten en nu dus vandaag is weer uitgekomen dat de rente naar 2,5% gaat? Ja, dus we hebben ook in ons verkiezingsprogramma staan dat we juist een renteplafond willen, zodat die rente niet steeds maar hoger wordt, want dat zit er aan te komen. Hè. De rente wordt omhoog. Nou, de mensen die bij het leenstelsel enorme bedragen hebben moeten lenen, met eigenlijk de belofte van 0% rente en je gaat er geen last van hebben. Nou, die komen dus nu daar wel bedrogen uit. Nou, de woningmarkt willen we natuurlijk aanpakken om te zorgen dat er meer starterswoningen ook gebouwd worden. Hoe ga je dat aanpakken? Hoe ga je dat financieren? Ik denk dat we met z'n allen naar Spanje moeten. We hebben veel meer ruimte. Veel meer ruimte, Europa, zon. veel mee, hè? Ja. Nee. Maar hoe gaan jullie dit allemaal betalen? Nou, wij zijn op dit moment bezig met het doorrekenen met het CPB. Ja. Er zijn bijvoorbeeld heel veel fossiele subsidies. Hey, daar hebben we hem. Ding, ding, ding. Nou, daar worden miljarden aan gekeerd. Zo heb je ook fiscale regelingen. Bijvoorbeeld de oldtimer-regeling. Dat zijn regelingen die voor enkele Nederlanders interessant zijn, maar die we met z'n allen betalen. Dat is ongeveer 163 miljard. Zo, en zo wat een geld, veel. Joh. Dat is heel veel. Ben jij of ken jij iemand met een oldtimer? Meld je. Ja. Ben jij een oldtimer? Dat is niet alleen die oldtimers. Dat zijn alle regelingen bij elkaar. Nou, en daarvan zien we ook dat er heel veel gewoon helemaal niet helpen. Ja. En daar willen we ook vanaf om te zorgen dat we dus uiteindelijk ons verkiezingsprogramma op een goede manier kunnen betalen. Ja. Gaat de wereld heel anders worden in jouw ogen? Zeg maar, in jouw wereldbeeld leven wij over 20, 25 jaar in een hele andere wereld, want zo klinkt het. Ik denk dat we in een betere wereld leven dan nu. Ik denk dat de ongelijkheid die er nu is, onder andere doordat grote bedrijven enorme winsten kunnen maken, ik denk dat dat verbeterd is. Ik denk dat wij, als we het Volt verkiezingsprogramma volgen, ook met een ministerie van Digitale Zaken, veel beter in staat zijn om bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie op een goede manier in te zetten voor de zorg. Klinkt echt als een utopie, hè, dit? Ja. Vind je niet? Ben jij realistisch of ben jij idealistisch en naïef?
kijk, ik denk wel dat ik idealistisch ben, niet naïef. Maar als je niet een bepaald beeld hebt van daar kunnen we met elkaar naartoe, dan ga je ook nooit wat veranderen. Als je moest kiezen tussen een groot succes voor Volt Europa of het bestaansrecht van carnaval, wat kies je dan eigenlijk? Een groot succes voor Volt Europa. Tuurlijk. Echt waar? Nooit meer carnaval? Nou, ik zeg maar tegen al die Brabanders. Doei carnaval. Ja, doei carnaval. Nee, doei iedereen. Ik denk namelijk dat een groot succes voor Volt Europa uiteindelijk ook carnaval garandeert. Dat wel. Ja. In Polen. Nou ja, in Polen vieren ze elke dag carnaval. Wodkaatje hier, wodkaatje daar. Zo is het ook, ja. Toch? Ja, niks mis mee. Laurens Dassen, ik wil je bedanken voor je tijd. Nee, oh, niet. Eindvraag. Oh, kut, ja, fuck, ja. Sorry. Wie wordt onze nieuwe minister-president? Realistisch graag. Wat zou niet realistisch zijn? Nou, Lilian Marijnissen zei zichzelf. Oh ja. Jezus, wie wordt onze nieuwe minister-president? Niet dat hij uit de lucht komt vallen, hè, zo'n vraag. Hij hoeft niet uit Polen te komen. Nee, ja, ik heb geen idee wie dat gaat worden. Ik denk dat het Laurens Dassen of Frans Timmermans gaat zijn. Ja, precies. Mooi. De Europese mannen. En wie hoop je samen. Dan van die twee? Ja, hij zelf dan, hè? Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja, voor jezelf. Ja, je hebt toch wel een beetje een ego, hè? Nou, dan gaat je vriendin al helemaal bij je weg. Maar, zegt ze, ik pas. Oké, Laurens, toch echt wel heel erg bedankt voor je tijd. En nou, we zien elkaar snel, hè? Zeker. Ja. Ik weet niet waarop dat gebaseerd is, maar akkoord. Ik zie je in de kamer. Ja. Doei. Doei. Dank je. Lieve kijkers, super bedankt voor het kijken. Maar zonder betalende leden kunnen wij helaas niet bestaan. Dus klik heel even op de link in de beschrijving en steun ons. Dank je wel.